The show must go on. Zelfs als de truck met hert niet onder een viaduct door kan, vinden deze heren er wel een oplossing op. En daarmee is de wagen klaar voor de truckersoptocht en voor de kerst. Vrijdagavond wordt in het centrum van Nijmegen voor het eerst een lichtoptocht speciaal voor truckers georganiseerd. Naar verwachting zullen bijna 30 wagens meerijden.